Hallo kijkers van Shine Surprise, ook mijn gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock met Nandoing. Lekkering! Wow, hele enge lekkering. Ik wilde een hele snelle lekkering. Ja, hij was eng. En dan moet jij nog iets zeggen. Zeker! Lekkering. Juist. Ik wil toch nog even mijn muziek van mijn game toch ietsje zachter zetten. Kijk, zo, dit is prima. Nu kan ik goed luisteren. Kan je dan goed luisteren? Ja, ik wil gewoon goed luisteren. Lekker. Kijk, ik heb de vorige keer de cage match gewonnen. Dus ik mag TM's leren op mijn Garchomp Inc. Dus ik kies mijn Garchomp en dan ga ik even kijken wat ik kan. Kijk, Hij houdt ervan om het even in te wrijven, hè? Dat is niet normaal. Ik verwacht hetzelfde al zo meteen als jij hier weer van mij wint. Oh, maar dat gaat niet meer gebeuren. Ik denk dat voorbij is nu. Nee, dat hoeft niet zo te zijn, hè. Als ik één verkeerde keuze maak, dan ben ik weer de beunaas. En die verkeerde keuze is reuze. Ah, dat vinden heel veel mensen reuze. Ik niet zo. Kijk, hebben we nog iets anders? Nee, want ik had zelf nog iets gefixt, inkt. En dat was een hele goede TM. Zeker! En als je dan met mij meekijkt, een schermpje, dan ga je hem nu zien. Hé, dat is niet eerlijk, hè? Ja, jawel, Ink. Je kan hem maken. Hoppatee. Nou, maar ik heb volgens mij heb ik op dit moment een Pokémon die TM's heeft? Oh ja, Quagsire. Die kan hem ook leren ook. Oeh. Heb je nog geen Earthquake? Ja, op Pupitar. Oké, ja, maar ik bedoel als TM. Volgens mij niet, maar ga ik zo even kijken. Oké. Ik kan je alvast vertellen hoe je hem krijgt. Oké. Wat je moet doen, is je moet naar de desert hier gaan, bij de vierde gym. Yeah. En dan moet je 5 trainers in de desert verslaan. En als je dan met de league gastje... 5 trainers? Ja, 5 trainers. Wel 5. En als je met deze league gastje praat, dan geeft hij je TM Earthquake. Oh joh, dat is wel heel zieking. Zieking. En wat we vandaag gaan doen is, we gaan niet over de Pokémon Direct praten. Want dat maakt... Oh ja, wacht, je bent er al overheen, dat is waar ook. Ja, ik heb hem nu een paar keer gezien en eigenlijk heb ik er steeds meer zin in. Oké. Ja, ik weet, zeg maar, toen het net uit was, het eerste moment, dan was je wel een beetje depressief. Dat klopt. Maar nu ben je er overheen, oh, dat is wel fijn. Ja, nou ja, ik heb zoiets van, nou, het komt die Legends AZ of ZA, hoe mensen het ook willen zeggen. Dat komt toch pas volgend jaar. Dus dat houdt in dat we in ieder geval geld en monies kunnen besparen. Lekkering. Ja, zekering. En dan kunnen we dat weer uitgeven aan iets anders. Of je kan je hele jaar vullen met je backlog. Nou, jij wel. Jij kan dat. Nou, maakt niet uit welk jaar. Elk jaar kan ik een backlog gaan doen. Zolang ik maar niks koop. Maar ja, dat... onderhand is dat gewoon onmogelijk. Laatst had ik ook weer... Kijk, ik had begin februari... had ik Persona 3 Reload gekocht. Mm-hmm. Niet aangeraakt. Nou ja, in de PlayStation gedaan. 1 keer opgestart. Toen weer uitgezet. En toen weer doorgegaan inkt. En wat nog meer, ik had de tweede deel van de Final Fantasy 7 remake heb ik februari dan gekocht. Oké. En daar zaten heel veel mensen op te wachten. Goeie game. Deze heb ik wel even gespeeld. Omdat ik eventjes, ik had DLC items. Maar wel. Ik kan eigenlijk pas weer tegen jou praten als je eindelijk een keer Hogwarts Legacy hebt gespeeld. Ah, oh, kut. Weet je wat wel een probleem is? Nou? Als jij die, want je bent een trophy hunter, dus jij wil die 100% completen waarschijnlijk. Zeker. Dat is met die game, gaat dat zo lang duren. Nou ja, ik heb Assassin's Creed Valhalla gespeeld. Dus daar moest ik
Paolo veel collecten. Maar ik ben benieuwd of dat een beetje vergelijkbaar is. Is het vergelijkbaar met hoeveel uur je in GTA 5 moet steken? Geen idee, want ik heb niks met GTA. Ja, nou ja, je moet de singleplayer, daar moet je al tyfus veel uren in stoppen. En dan heb je ook nog eens de multiplayer waar je tyfus veel uren in moet stoppen. It never ends. It never ends. All around me are familiar faces. Nou ja, zo voel ik me als ik GTA speel. Dus, maar daar had ik dus die trofeeën die offline gingen, die had ik gehaald. En toen dacht ik, nou ja, fuck it, dan kan ik ook nog eventjes wat andere dingen in GTA 5 doen. Nu voor de platine moet ik nog maar 2 trofeeën. Maar het zijn ook de kutste trofeeën. Eentje is dat je alles doet in de singleplayer wat je kan doen. Dus dat houdt in bijvoorbeeld, je moet een potje tennis winnen. Je moet alle races winnen. Je moet onder alle, volgens mij, bruggen vliegen. Je moet stuntjumps doen. Je moet, heel wat. Dat klinkt leuk. Ja, nou ja, daar heb ik dus vorige week en ik denk ook die week daarvoor heb ik dat allemaal gedaan. Ik mis alleen nog dat ik de golfbaan van die 9 holes binnen 36 slagen haal. Ja. En dat is me nog niet gelukt. Ik kwam 1 keer zo dichtbij, hè. En dan kom ik bij de 1 na laatste hole. En dan verpruts ik het weer. En dan kom ik met 6 meer of zo. Of 6 plus. Whatever. En daarom moet ik even gaan uitzoeken wat ik nog mis. Want ik heb echt geen idee wat ik dan nog mis. Oké. Okay. Ik hoop dat het niet iets kuts is. Ik hoop dat het iets zal... bijvoorbeeld iets van dat je op de wildernis gaat jagen. En dat je daar dan een aantal kills moet doen. En dan gewoon moet wachten zonder dood te gaan. Want ik was daarmee bezig. Maar toen ging ik dood. En toen telde het niet. En toen was ik zo van kut. En dan kan ik niet nog een keer gelijk doen. Want je kan alleen maar jagen op bepaalde tijden in-game of wat dan ook. Oké. Okay. Dus ja, nou ja, deze week ben ik dan na de teleurstelling van het golfen, ben ik maar anime weer gaan kijken. Mm. Ja, dan kom ik weer even bij en dan op een gegeven moment dan heb ik weer zoiets van, nu kan ik het weer aan. Oh ja. Zit wel mijn slijm vast. Mm. En... ik heb een tv-meubel eindelijk binnen. Lekker. En in elkaar gezet. En ik heb nu een salontafel. Heel ziek. Heel zieking. Alleen, mijn kamer zit echt vol. Iets minder ziek. Ja, dus mijn moeder die is heel erg obsessief met... want er staat een tafeltje naast mijn bureau waar dan mijn PlayStation op kan staan. Ja. Dat ik... ze zei ineens met... ik heb de oplossing gevonden. Gewoon uit het niets. En ik denk, wat? Ik vraag, wat bedoel je? Nou, voor je tafel. Je gaat gewoon planken boven je bureau zetten. Mm-hmm. En daar ga je dan je Switch en je PlayStation op zetten. Oké. Okay. Ik denk, oké, nou ja, ik ga dat nu niet regelen. Doei! Mm. Nou ja, en ik heb er niks mis. Ik vind het niet erg dat het... zeg maar dat tafeltje naast mijn bureau staat. Ik heb er geen erg in, maar mijn moeder vindt het kut, omdat als je buiten staat en door het raam kijkt, dat je dat dan ziet. Ja, maar dan gaat toch niemand naar binnen kijken? Nou, dat wil je niet bij mijn ouders vragen. Die denken dat mensen op alles letten of zo. Dus ja, dat is een beetje de leven de laatste tijd. En ik werd weer een aantal keer bevestigd dat ik echt een vriendin moet hebben. Want? Nou ja, gewoon dat ik verder met mijn leven moet of zo. Mm. Whatever. En omdat ik nog de enige ben met van heel veel vriendengroepen waar ik dan single ben. En ik ben al heel lang single en mensen gunnen mij een vriendin. Dus ja. Nou, ik gun jou ook wel een vriendin. Thanks. Maar bij ons ben je niet de enige. Nee, dat is waar. Dat is dan weer de meevaller, want... Sandry! En Jordi. En Jordi. En Miking. Nou, voor Mike weet ik het eigenlijk niet zeker, maar volgens mij heeft hij ook geen vriendin. Hij lijkt me wel het type om gewoon uit het niets een vriendin te hebben. Ja, en dan nog niet te zeggen. Ja, precies.
Dat lijkt me echt iets voor hem. Gewoon stiekeming. Stiekeming. Ja, en ik heb medelijden met Sandring, want Sandring verdient het ook wel, Hink. Stiekeming. Stiekering. En Jordi ook hoor, Jordi als je luistert. Uiteraard, maar Jordi die heeft ook al echt vaak stappen gemaakt hoor. Dus die was ook op een gegeven moment heel dichtbij, dacht ik, met een vriendin krijgen. Maar dat werd uiteindelijk toch niks. Maar dat is meer iets wat hij weet en wat hij wil delen. Ik denk niet, maar... Nee, volgens mij heeft hij er ook wel eens, toen we nog ding opnamen voor Spark, hij is ook wel een keer wat van gezegd. Oh, was ik daarbij? Ja, dat dacht ik. Ah. Maar dat kan ik ook helemaal verbeeld hebben hoor, maar volgens mij is dat zo. Ah, oké. Nee, ik heb geen idee. Wanneer is de laatste keer dat je iets met Jordi en Amor... Vorige week. Oh, nou, dan is het nog niet zo heel lang geleden. Nee, we doen regelmatig Mario Party. We doen Mario Party Generations. Meen je? Ja. Hoeveel fucking Mario Party's zijn er wel niet? 12. Nou oké, okay, dat, volgens mij komt dat wel een beetje overeen met het aantal Pokémon games wat er is. Qua generaties als je een Generations doet. Maar... Nou, als je een Generations doet, gewoon 9 generaties. Maar... Ja, ik dan komt wel... het wel in de buurt. Maar soms... Mario Party is wel leuk. Ik vind Mario Party echt leuke spellen. Oh. Nou ja, ik ben niet super van de Mario Party, maar ik heb het wel eens gedaan. Ik denk de laatste keer heb ik zelfs gewonnen, want ik zat in een team. Kijk, als ik in een team zit, dan win ik wel, maar als ik alleen in mijn eentje ga, dan wordt het wat minder. Dan verlies ik wel eens, helaas. Ik vind het ook zo zonde, hè? Sandring. Die was laatst bezig met qua uploaden, hè? Ze niet voor speed Nuzlocke met Jordi. Ja. Oh, die is best lang geleden ook al opgenomen, geloof ik. Ja? Ja. Maar het zijn maar 4 video's, toch? Ja, maar volgens mij is het wel echt lang geleden al opgenomen. Oh. Nou ja, Sandring die is nog wat trager dan de Support Guys met uploaden. Sparguys is niet traag met upload, die heeft gewoon veel voor. Ja, maar om zeg maar een serie af te maken, op die manier bedoel ik het. Maar Thandering die uploadt ook maar 1 keer in de week. Klopt. En dat is niet altijd zijn serie, dacht ik. Of hij doet 1 keer in de zoveel tijd doet hij 2, maar dan is eentje een serie en de ander is dan zo'n... Twitch compilations. Ja, dat. Of hij had toch laatst iets van Avatar. Ik heb het niet gekeken, want ik wil eerst de serie op Netflix kijken. Want ik denk dat hij spoilerino's erin gaat gooien. Nou ja, heb jij Avatar nooit gekeken dan? Ja, de gewone wel, maar... Dan valt het toch niet zoveel te spoilen. Nou, ik weet niet of hij het ook over in de serie iets gaat zeggen. Ja, maar dat is toch gewoon hetzelfde. Nou, ik hoorde van collega's dat ze van meerdere seizoenen bij elkaar hebben gedaan. En dat karakters net iets anders zijn dan dat ze in de serie waren. Ja, ze hebben wel een paar dingetjes, zeg maar, gewoon alvast gedaan in seizoen 1. Omdat er dan, zeg maar, geen ruimte voor is in seizoen 2. Omdat ze die storyline niet helemaal gaan volgen, zeg maar. Maar verder is natuurlijk het verhaal gewoon exact hetzelfde. Oké. Okay. Maar ik hoor ook echt wisselende dingen. Ik heb er eentje gehoord die vond hem echt slecht. Ik heb er eentje gehoord die vond hem heel goed. Maar dat was Sandring. Ik vond hem ook heel goed. En dan heb ik nog eentje die vond hem oké. En die was diehard Avatar fan. Ja, degene die hem slecht vond, dat is echt een mierenneuken. Dan weet ik geen ervan. Dat is mijn collega. Nou, dan weet je mijn collega. Shoutouts naar Ash. Nou ja, aan de andere kant. Zij krijgt echt heel veel series, maar echt op een slakke tempo. Dus dan begint ze eentje en dan op een gegeven moment dan gaat ze wat anders kijken. Of dan duurt het heel lang voordat ze het af heeft. Oh, was het trouwens nog gelukt met de Earthquake? Nou, dat ga ik nu fixen, want ik heb nu 5 mannequins verslagen. Oké, dan... Mijn idee was om de Donphan dingen als eerste te gaan doen. De Scoochie. Ja, oké. Dan ga ik alvast die kant op. Ik was even aan het wachten op jou. Ik dacht, dat is wel leuker voor de content.
Dan kunnen ze eventjes op jouw beeld focussen. Aardschut. Oh. Echt, het leven is weer zo saai. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Maar ja, aan de andere kant is het ook weer fijn. Kan ik weer focussen op gamings en anime. Lekkerie. Ja. Ik had vandaag ook weer wat interessants op werk. Oh jee. Er was, op een adres was er dan een deurwaarder langs gegaan. Ja. En die gast beweerde dat hij voordat die deurwaarder was langs geweest, dat hij een bedrag had betaald. Oké, okay, en dat was niet zo. Nee, hij had dan bewijs gestuurd. Mm-hmm. Maar hij had, zeg maar, zo'n afschrift, had hij gewoon bewerkt. Yeah. Yeah, let's go. Toen is de boekhouder is toen gaan kijken. En hij heeft gewoon van een 1 heeft hij een 0 gemaakt. Zij had in plaats van 6 uur 's ochtends, had hij om 4 uur 's middags of zo. Had hij, wat een pannenkoek. Hij dacht gewoon dat we erin zouden trappen, dat is wel het mooiste. Wat een loser, boy. Ja. Dan verdien je het ook echt gewoon zo hard om in je kontje gebonkt te worden. Oh, dat gaat zeker gebeuren. Daar is al acties voor ondernomen. Ik weet alleen niet hoe oud die gast was, maar... Nou ja, sowieso boven de 18. Maar ja, dat zegt verder niks. Misschien is het maar beter ook, dat het verder niks zegt. Mm. Maar dat was wel interessant. Maak je ook weer wat mee? Yeah. Yeah, earthquake. Aardschut, nu. Yeah. Ja, het zit nooit in de anime, dat is wel jammer. Kijk, jij hebt de ground fighting type... Hallo? Ja. Hallo. Ja, ground fighting type? Ja, zeker. Dus als jij zo'n lekkere slimy boy hebt... Je hebt Bob. Oh, dan komt het wel goed. Surfing. Welk level is dit het best? 45. Oké. Okay. Wow, 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 wow. Spanning. Oh. Don't do full damage. Don't do full damage. Ja, dat deed don't do full damage. Don't do full damage. Je kan altijd nog een switchen naar Breloom. Ja, of naar Azumarill. Kan ook. Maar hij heeft geen Pokémon in meer. Kut, zijn Nuzlocke is voorbij. Dat was niet de bedoeling. Nee. Nee, ik was alweer vergeten dat het alles raakt. Hoppeting, Earthquaking, Kabooming. Lekkering. Nou, dat was Iron Fats. En nu gaan we 500 uur dialoog moeten nalezen. Go 500 uur. Yes. I love 500 uur luisteren naar dezelfde dialoog. Uiteraard. Oh, ik ga trouwens weer naar Comic-Con deze zomer. Lekkering. Ga je nog cosplayen? Nou, ik ben er niet zo van. En het is sowieso zomer, dus dat is altijd... Je cool. Kan als Ome Hiro gaan. Ik heb wel de bouw daarvoor. I'm not gonna lie. Misschien dat ik weer de One Piece hoed van de broer van Luffy ga opdoen. Die had ik voor... Hoezo heeft Luffy nou weer een broer? Luffy heeft een broer. Spoilering alert. Nee, spoilerino alert. Nou, hij heet Ace. Oké. Okay. Nou, hij heeft een hele coole hoed. Not gonna lie. Volgens mij heb je hem wel eens gezien.
Kan jij, nou misschien dat je het niet kan herinneren, maar ik heb het ooit een keertje op Insta gegooid dat ik dan op Comic Con was met Basman en collega Ash. Dan zie je me dan bij zo'n gigantische Lego Bowser. Eigenlijk moet zij gewoon als Ashley Ketchum gaan. En zij is wel Ashley Ketchum, ja. Ja. En dat is ook, daarom noem ik er ook altijd Ash. Ash Ketchup. Rapid spin, leave Bob alone. Leave Bob alone niet. Nou, gelukkig heb je in ieder geval de Squo villain. Het zou alleen fijn zijn als hij een grass move doet en niet een fire move. Oeh, dat deed wel redelijk wat damage. Oh, dat was een crit. Oh, kut. In ieder geval word je niet geraakt door de zandstorm. Toch wel. Huh? Oh, je bent pure water, hè? Oh ja, je bent geterrestrialized. Daar had ik nog niet naar gekeken. Oeps. Kijk, Razor Leaf. Hoppatee. Dat is Razor Leaf van hem. Maar echt. Oh, dat heeft wel aardig wat. Kijk. Hoppatee. Nou, als Quovillain het even afmaakt, dan kan jij healing. Eventueel linked. En dan moet hij hem even afmaken. Ja, geen risky the biscuit. Inderdaad. Ik had gisteren nog 2 shinies gevangen. Oh, kut. Dat ben ik nog vergeten te laten zien. Ja, ik heb dus ook 2 shinies. Dat had ik het naar jou toegestuurd. Ah, nee. Niet Squirrelvillain. Nee. Kijk, ik laat het zo op screen zien. Scherm. Ja, Miraidon, we kunnen nu vliegen. Let's go. Lekkering. Lekkering, dat is alles wat ik in deze wereld wilde. Deze vuile bitta is verslagen. Lekkering. Zeker lekkering. Kijk. Tentacruel. Tentacruel. En ik heb Primeape. Primeape moet ik voor mijn bingo. Oshi. Ja, volgens mij moest ik Banky. Nou. Kut, dan kan ik wel eigenlijk kan ik er eentje afstrepen. Soort van. Maar ja, het is niet Banky. Dat is een beetje het vervelende. Ik had dan eigenlijk liever Lucha gehad. Shiny. Dat is wel vet, ja. Nee, maar, ik had gisteren was ik aan het hunten voor Rowlet en toen kwam ik per ongeluk een random shiny Vibrava tegen. Oeh! En 2 seconden later, not gonna lie, letterlijk 2 seconden later shiny Rowlet. Nice! Dan heb je gewoon wat je wilde. Zit. En een extra. Dat is altijd en ik leuk. Heb zitten, want ik had een Annihilate Outbreak. Ja. En ik moest dan wachten tot het donker was, want dat kan je niet manipuleren. Uh-huh. Duurde fucking lang, was hij niet shiny. Kut. Yeah. En dat is wel het kutte in die game, dat je echt moet wachten tot het echt donker is. Ja. Yeah. Maar desalniettemin wel nice dat je shinies erbij hebt. Desalniettemin de plus. Ja, ik heb al een tijdje niet geshinyed. Dus kijken, de laatste keer was ergens vorige maand, begin vorige maand denk ik. Toen was ik bezig met die Totodaal. Een Totodelay? Totodelay, en daarna heb ik niet meer gestreamd, dus ja. Sad. En ik wilde eigenlijk vorig weekend gaan speedrunnen weer. Mm-hmm. Maar toen kwam ik thuis van volgens mij werk of iets anders. Nee. Ik was toen bezig met die meubels in elkaar zetten. En toen had ik echt geen zin meer om te streamen. Mm. Dus dacht ik, ik skip wel. Ik ga wel anime kijken of wat dan ook. Of ik ga even GTA. Eén van die 2 heb ik dan gedaan. Ik denk dat ik GTA ging doen. Mm. En dan een beetje YouTube kijken. Want ik ben trots op mezelf. Want ik zit nu al 2 weken onder de 100 video's die ik nog moet kijken. Mm-hmm, nice. Volgens mij zit ik nu op de 60, maar ik heb er vandaag weer echt een flinke boel erbij gekregen. Omdat jullie weer alles hebben geüpload. Sorry. En dan heb ik het over jou, Mike. Er was nog iemand anders.
Ja, er waren meerdere mensen die hadden geüpload. Ik dacht, kut, dat moet ik ook allemaal kijken. Want ik moet ook nog de eerste aflevering van Mario RPG kijken. Hoi Jordi. Jordi speelt Master Duel. Oh, lol. Lekker Jordi, goed bezig. Ben je al platinum rank geworden, uiteindelijk? Ik ben het 1 keer geworden in ieder geval. Nice details. Kijk. Oh ja, ik wilde kijken hoeveel ik er dan had. Ah, kut. Ik zit weer op de 76. En ik zat eind dit weekend zat ik rond de 50, dacht ik. Nou ja, het voordeel is, de zondag met Lubach video's, die kijken heel snel weg. Oh, trouwens, ik kan er alweer wat weghalen, want die heb ik al gekeken. Maar die heb ik niet weggehaald. Oeh, opski ding. Kijk. Ik weet bij deze week niet wat of een geouwe hoor, joh. Ja, dat duurt altijd lang. Kijk, hier moest ik nog de laatste 10 minuten van kijken. Hier was ik nog de laatste 20 minuten of zo moest ik nog kijken. Nou, de rest moet ik nog helemaal. Maar dat is toch wel soms fijn. Oh ja, laat ik dat maar niet op opname zeggen. Oh. Het kan tegen me gebruikt worden. Oh nee. Nee. I will not say it. Ik zeg het wel offscreen, het is toch niet heel belangrijk. Nu ben ik wel heel erg benieuwd. Nah, het is niks. Ik kan het je desnoods appen. Nee, ik wil de aflevering toch beëindigen, dus... Oké. Oh ja, we moeten een cage match doen. Ja, ik was het helemaal vergeten, maar dat duurt zo lang, want ze praten zo taf als lang met mij. Ja, gelukkig moeten we nog maar 1. Dat is waar. Nou, die cage match die is heel snel voorbij. Misschien het ligt een beetje aan wat we kiezen. En het is toch maar 1 Pokémon tegen 1 Pokémon. Dat is waar. Oké, ik heb de code 6278-8726. Voor vandaag. Even kijken. Link battling. Ik ben er helemaal niet bij met mijn hoofd. Dat is geen goed teken voor de cage match. Nee! 6, 2, 7, 8, 7, 2, 6. Nee, 6, 2. Oh nee, 2, 6. Jij doet me lief! Oh, ik ben er ook niet bij. Oké, even jouw scherm wegdoen. Ja. Kut, er zijn allebei niet bij. Nou ja, dan is het wel fair. Gaan we het allebei verneuken? Ja. Lekkery, tegen Milan. Oh, ik mag de regels bepalen. Okay. Ja. Ik weet echt niet wat ik moet doen, man. Ik weet het echt niet. Het voordeel is, aan mijn kant, alle Pokémon's heb ik echt max 1 keer gebruikt. Ja. Kijk, en als het goed is, kon jij Quack niet meer gebruiken, Bob. En Azumarill. Kijk, Jumpluff kon je nog gebruiken. Kom je nu met een totaal andere team aan? Ik zit weer gewoon echt te slapen, joh. Let's go. Sleeping. Even kijken. Ja. Ik vind hem ook echt heel lastig. Ik wil ik deze gebruiken? Heb ik hem nog nodig voor iets? Dit is om de voorsprong te pakken. Het staat 7-7. Ja, kut. Misschien moet ik dan toch wel voor safe gaan. Oh, niet safe. Ja. Niet safe. Nou, het ligt er ook een beetje aan wat jij nu kiest, hè. Waarschijnlijk ga ik me nu heel dik naaien met deze keuze, maar... Ik hoop zo dat je 1 Pokémon moet je niet gekozen hebben, anders dan is het al af. Het kan nog. Ja, dit was er wel eentje waarvan ik dacht van...
Uh-oh. Oh, dat deed veel damage. Dat niet. Oh! Jij hebt altijd die fucking luck, hè? Ja, nu is het gewoon klaar. Dit is gelijk klaar, tenzij ik een crit krijg. Ah, zo zonde weer, maat. Ah, nou ja, congrats. Wat wil je op je Charizard? Revive. Had je dat nog niet op je Charizard? Nee, ik had Charizard nog geen enkele keer gebruikt. Oh, oké. Okay. Jij hebt een revive op je Charizard, hè? Ja, dat is waar. Maar ik dacht dat jij het ook had. Nee, ik heb Charizard nog niet eerder gebruikt. Dat was de eerste keer. Ah, oké, okay, vandaar. Nee, ik wil niet nog een keer. Nee, nah, I'm good. Moeha. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.